Voedselveiligheid en voedselzekerheid belangrijke vereisten. Het garanderen van voedselveiligheid en voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking is een zeer belangrijk vereiste. Dit zei president Desiree Delano Boutersen op maandag 30 september in zijn jaarrede tot het parlement. In het dienstjaar 2020 zullen hiertoe onder meer de volgende acties ondernomen worden. Verzorgen van verdere trainingen aan alle agrariërs in good agriculture practices en bevorderen van duurzame innovaties en milieuvriendelijke teelt. Registratie van agrariërs die voldoen aan nationale en internationale standaarden met betrekking tot voedselveiligheid en certificering van agrarische bedrijven. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.